We lopen door de Kalverstraat in Zwolle, waar het bedrijf Graffiti Clean nu aan het schoonmaken is. Zoals je kan zien, zit er veel graffiti op de muren. Hoe groot is het graffiti-probleem hier in Zwolle nou echt? Ja, redelijk groot. Je hebt heel veel straten waar heel veel graffiti zit. Dus ja, je bent door heel de binnenstad bezig. En ja, ook nou tegenwoordig om de stad heen beginnen ze veel te spuiten. Nou, dit is dan het boek voor de tekst die er staat. Er maakt al een foto van waar we moeten verwijderen. En er staat ook al de straatnaam bij die waar we moeten zijn. Gaan jullie dit nou allemaal in één dag doen? Nee, dat krijgen we niet voor elkaar. Wij zijn denk ik hier wel een aantal dagen mee bezig. Jullie zijn 5 jaar geleden begonnen met het schoonmaken van de binnenstad. Merk je dat het probleem minder wordt? Ja, in het begin wel, want toen waren we heel veel hier, gewoon een paar keer per week. Dan merk je wel ja, dat er dan veel minder gespoten wordt. Want dan zien ook, jullie spuiten erop en meteen de volgende dag wordt eraf gehaald. Maar nou komen we iets minder in de week. Dus dan merk je wel weer dat er meer gespoten wordt. Ja, en denk je nou ook echt dat dit, doordat jullie dit verwijderen, dat dit probleem ook wordt opgelost? Dat mensen minder gaan spuiten? Ja, als we hier vaker in de week zouden komen wel. Maar als je gewoon kijkt met 1 keer in de week, denk ze blijven toch wel spuiten.